Wat een spannende geluiden allemaal, maar we gaan ook aan de slag met een spannende game. Ik zit hier samen met Sebastian, ik ben Rob Ottens en we gaan aan de slag met de Xbox Live Arcade game Scary Girl. Dat kleine meisje dat je naast me hoort, dat is inderdaad het bange Eke, meisje Eke. Sebastian. Oh ja, Eke die vond het zo eng, die is weggegaan. Maar we gaan Scary Girl spelen. Een Xbox Live Arcade game die draait om dit meisje, die een beetje... Is het een zombie? Ik heb geen idee. Even kijken. Skelet? Is het kan een, ik... Druk op start? Dat is een menu. Oh nee, ja. Nieuw game. Nou, hey, waar denk je aan als je dit ziet? Ik denk maar aan één game. Wat, Little Big Planet? Ja. Scary girl was awoken by a loud knocking coming from outside her window. Is dat Sjaak in de bonenstaak of zo? Ik heb geen. Dat kapsel lijkt wel een Hitler alleen een monstervorm. Dit is Hitler in monsternomvorm. Die was heel slecht, sorry monsternom. He asked Scary Girl to seek out the tree of knowledge and investigate as to why these leaves are being found. Maar even alle gekheid op een stokje, Rob. Wat is dit? Nou, dat gaan we zien. Jij gaat spelen. Oh ja, maar jij bent al zo goed op de hoogte van alles. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo heel veel ervaring mee heb. Het is een 2D-platformer volgens mij. Waarin je gekke uitziende monstertjes moet afmaken. Ja, ik zie het. En wij zijn echt professionele gamesjournalisten en wij weten dat gewoon. Ja, precies. Ja. Oh, zag je dat? Oh, dat is wel grappig. Ze heeft een helikoptertje. Een Mario-helikopter ding. Over Mario. Kijk uit. Ja, goed, ja zo. Je kunt verder. Pak die dingen op. Sims. Woehoe. Zie je dat? Bam. Dat zijn de gestolen Sims dingetjes. Ja. Ja. Nee. Oh. Nee. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Je vindt best wel, maar wat ben je aan het doen? Ja. Je bent die dingetjes aan het verzamelen. Ja, maar dit is gewoon Mario, alleen dan... Dit lijkt echt totaal niet op Mario. Echt wel. Nee. Oké dan. Je kunt niet eens op die mannetjes springen. Wat heb je in je hand? Een paraplu, toch? Een paraplu die je zo snel rond kan doen dat je kan vliegen? Ja. Volgens mij is het gewoon je... Hallo, Peach kan toch ook vliegen met een paraplu? Is dat niet gewoon je arm of zo die... Ik weet het niet. Het zal... Maar het is in ieder geval wel een scary girl. Een Sims dingetje weer. Ja. Oeh, wat is dit? Ja, zie je, het is gewoon je arm. Wat gebeurt er? Huh? Welcome to the dojo. Oké. Okay. Ik heb geen zin in... You must learn about combos. Oh, try. Je moet even die knop drukken. Ja, hallo. Yes. Waarom haalt hij hem nou weg? Goed gedaan gewoon. Oh, oké. Okay. Goed bezig. I ingedrukt. Hedgehog. Juggle it 3 times. Hedgehog, dat is van Sonic. Een hedgehog is gewoon een diertje. Ja, is een hedgehog echt een diertje? Een hedgehog is een... Is een ekel. Nou. Dat is een hele goede monster, non. Laat het weten in de comments. Ik weet niet precies eigenlijk waar het voor staat. Ja, maar dat lijkt me wel, want het is een blauwe ekel, een hedgehog. Ja, inderdaad. Ja, kan nog wel eens. Dat zou wel logisch zijn, ja. Ja. Stel dat het zo is, dan staan we nou best wel van lul. Na 20 jaar Sonic spelen hebben we het toch nooit opgezocht. Je moet eventjes grabben, hè, als je hebt. Yeah, kijk eens. Oh. Bam, wow. Hey, ik vind het best wel leuk. Dikke combo's in Scary Girl. Maar het komt er gewoon op neer. Dit is een 2D platform actiegame. Horror sfeertje. Je moet hem weer even grijpen en dan op zo'n ding richten. Oké, let op. Wacht even. Ja. Nou, het lukt niet. Hè. Oh ja. Oh ja, jij kan hem. En nu die kant op? Nee. Oh. Omhoog doen. Ja, nee. Ja, ze gaan allemaal dood. Ja, en dan? Ja, en dan omhoog. Nee, oh, omhoog. Nog een keer omhoog? Ja, op die dingen richten. Oh ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Oké. Okay. Ja. Boom! Yeah! Ja. Yeah. En die nog. En dan? Nee. Lastig, hè, richten. Ja. Ja. Yeah. Nee. Jezus! Je moet iets verder weg staan, denk ik. Ja, ik denk het ook. Nee. Iets dichterbij staan. Yeah. Yeah. We hebben het gered. Ja, ik vind het best leuk. Je kunt ook op vijanden, after gathering, die je kan slammen them in the ground. Prima. Okay. Oh, grapple and use light attack to slam them in the ground. Okay. Kon je niet gewoon verder zonder die tutorial? Of, je moet hem even in de grond rammen, Sebastian. Ik bedoel, het staat onderin uitgelegd. Ik weet dat je druk hebt, maar... met scary girl dingen doen. Ja, maar je kunt ook niet dood volgens mij, of wel? Nee. Oké. Okay. Kunnen we nou even verder alsjeblieft? Ik ben een beetje klaar met deze tutorial. Oh, nou moeten we weer blokken. Oh, ja. 1. Hier, bam. Nee, je moet blokken gewoon. Oh. 2.
Ja, oké. Okay. Fantastic. Ja. Yeah. Nou, goed bezig. Ja, dankjewel. Ja. Duurde even, maar. Dat doe je zomaar eventjes. Oh, nou, ze ging gewoon slapen. Ja. Ze heeft net over de dojo gehallucineerd. Ja, ja. Nou, breng de technieken in... Ja, ik zal het doen. Hier, zie je dat? Ja, vage slang. Wat is dat daarboven? Ik ga er zo meteen naartoe. Maar bam. De uil uit het Sprookjesbos. Uit, hallo meneer de uil. Ja, hoe heet het ook alweer? Is dat Sprookjesbos? Ja, nee, dat is Fabeltjeskrant. Fabeltjeskrant, dat is het, ja. Sprookjesbos is Efteling. Ja. Daar lopen geen scary girls, al zou dit wel leuk... je moet eerst even via die, dat ding. Dat is een store. Enter de store. Nee, dat gaan we niet doen, toch? Nee. Waarom begin je hier een winkel? Dat is echt... Je moet eventjes niet doodgaan van die gasten. Oh, shit. Ja, je moet eventjes... Ja, dan zit ik opgesloten. Zie je dat? Nee, je kunt gewoon naar boven, toch? Nee, ik kan niet naar boven. Ja, dat doe ik. Ja, maar spring eens op dat ding daar links dan. Ja, maar dan ga ik dood. Nee. Oh, nee. Oké, nou, we gaan... Hij heeft niet echt veel bewegingsruimte. Nee. Hij is een beetje heen en weer. Swing echt, on trees and by holding at... Kijk eens. Kijk. Dat kan Mario niet, hoor. Nee. Ja, maar Mario kan weer Peach bevredigen. Dus dat kan hij dan wel. Sorry. Ja, wie zegt dat Scary Girl dat niet kan? Nou. Nou, laten we maar eens overgaan op kindvriendelijk ontwerpen. En Ik drukte serieus op een knopje. En nou is hij opeens een monster. Zo. Scary. Dat is wel een power-up waar je u tegen zegt. Je wist even niet wat je moet zeggen. Maar welke kant moet ik nou op? Want het is best Volgens mij moet je dat niet doen om die gasten af te maken. Ja, kijk. Oh, ja. En dan kun je zo en dan kun je omhoog misschien, of niet? Als die altijd dood is. Oh, wacht. Ik zie het. En dan... Je ziet het. Nee, ik zie het niet. Moet je niet als dat monster en dan op dat ding rammen? Op die deur? Ja, maar ik wil weer dat monster worden, alleen... Au. Zie je dat? Oh, wacht. Ik heb het volgens mij. Nee, je bent dood. Ben ik dood? Jij denkt ook, zweef omhoog, ik kan er overheen. Nee. Oké, okay, nou ja, okay, wat gebeurt er? Killing and fills scary mode meter when it turns red, oké. Okay. Alle scary girls attacks are superpowered, yep. Ja. Ik zweef met LB. Oké. Okay. Ja. Let's go. Ben je eruit? Ja, oké. Okay. En nu moet je gewoon naar voren rammen. Ja, dat doe ik. Dat doe ik. En gewoon kijken wat je ervan kunt maken. Ja, en dan kun je nee. Zit er geen deur in? Ja, oh, je moet omhoog. Ja, joh. Maar hoe? Oh, ja, wacht. Ik weet het. Je weet het. Ja, nee. Nee, je moet niet erop springen, dan ga je dood. Ja. Heeft het iets te maken met die lichten of zo die er hangen? Kun je daar iets mee doen? Dat is een goede vraag. Wacht even. We zijn wel lekker bezig. Echt aan het falen, maar ik weet het gewoon niet. Nee. Het is wel een beetje een raadsel. Maar wat is dat? Jee. Nou, dat was dat. Oké. Okay. Oh, je moet wel een beetje slingeren. Oh, shit. Wat doe je nou? Oh, je moet slingeren. Oh, no. En dat noem ik dan gamejournalist. Ja. Oké. Okay. Nee, nou weet het, jongens. Je weet het. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Bla. Ja, dit weten we wel. Ja. Zo irritant als games de tutorial, zeg maar, voor het checkpoint. Of achter, voor de checkpoint. De checkpoint voor de tutorial plaatsen. Ja, inderdaad. Want je denkt, ja, ik ben dood, ik weet het wel, maar ik moet het gewoon nog eventjes doen. Hoe deed je het nu? Ik moet even die plan mollen en dan komt er zo'n... Je moet even die plan mollen, okay. Ja, en dan komt er dit en dan moet ik... God, hoe deed ik dat nou? Nee, ik weet het wel. Kijk, dan moet ik zo doen en dan... Oh, ja. Oh, nee, oh, ja, nou weet ik het. Oh, zo, ja. Oké. Nou, slingeren. Ja. Woehoe! Hup, en nog een beetje, zo, yeah. Yeah, huppakee. Daar kun je niet op springen. Ja, we kunnen naar beneden. Nou, het gaat nou best wel goed. Het gaat wel... die achtergrond... Oh, hey, er komt een slangding achter je aan. Maak het slangding af. Yeah, gooi Zie hem je weg. Dat? Ik heb... Gooi hem weg, gooi hem weg. Oké, okay, tegen die kat. Tegen die uil. Hé, hey, die kat is trouwens... Dat is geen kat hoor, dat is een uil. Dat is een kat. Nee. Dat is echt wel een uil. Gooi het tegen die slang. Ja, dat doe ik. Nou, dat doe je niet. Ja, nu doe ik dat. Oh, nee. Shit. Ik denk dat ze thuis zich helemaal kapot lachen om mijn mooie capriolen. Ik denk dat ze al weggeklikt hebben onder jouw gepaal. Ja. Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Oh, nou, een voor de twee kijkers die nog aan het kijken zijn. Wat is dit voor een vage vijand? Lekker. Hiel. Oh, goed, dat doe ik. Oh, prima.
Huppakee. Ja, yeah, lichtje erbij. Oh, dus je kunt die dingen kun je dus uitgeven aan wapens en aan gezondheid. En upgrades nou, in de shops en bij de healers. Ja. Zo'n pet split. Oh, je kunt je pad kiezen. Oké. Oké. Wat is L? Gewoon de linker ding moet je gewoon ergens omhoog en naar beneden doen hier. Oh, hier. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, wat zullen we doen? Links of rechts? Ja, doe maar die kant. Ja, ja. Nee, ik vind het echt leuk. Hoe duur is het spel? 400 microcoins, dacht ik, of 800. Oké. Ja, dat is beter dan de choplifter die wij laatst hebben gedaan. Ja, dat was een beetje een... dit is weer zo'n punt waar je waar het ding naar beneden moet, terwijl je dood gaat gaan. Ja. Je bent groen. Inderdaad, het is niet echt een game waar je voor de rest iets van hoort of zo, meestal, maar vaker met die Xbox Live Arcade titels zo. Ja. Dat is op zich wel jammer, want het zijn wel, ik bedoel, 800 microcoins als hij dat is, kunnen ze meteen wel even kijken. Dan, terwijl ik weer dood ga. Dan is dat niet eens een tientje volgens mij. Nou, nee, het verrast me in positieve zin. Ik vind het wel bizarre mannetjes die overal rondlopen. Ja, maar dat maakt het ook zo leuk, denk ik. Ja. Nou, doen we even andere kant. Andere kant, ja. Dat was tactisch doodgaan, zodat jullie meer van de game kunnen zien. Precies, precies. Kijk eens, we weten het toch wel goed te verpakken bezig. Ja. Pup, pup. En nog een plant. Die uilen die zitten wel overal in die bomen. Dat is een kat. Dat is geen kat. Dat is wel een kat. Nee, dat is geen... Een kat die loopt niet op twee benen. Ja, maar dit is een scary girl, hallo. Dat is een scary girl. Oh nee, shit. Je let wel op, hè? Ja. Zie je dat? Het is net de Prince of Persia. Zo, wat is dat? Wat is dit? Een boos televisiescherm. Ja, dat doen we niet aan. Hoppakee. Even Sims dingetjes oppakken. Ja. Dit is een beetje de Mario secret, hoe noem je het, via die riolering van Mario gaat het toch? Er zit een beetje een lading uilen hier. Ja. Dat is echt katten een kat, trouwens. Nee. Jij hebt echt nog nooit een uil gezien volgens mij. Dit zijn echt katten. Nee. Wedden, als we nou een contest gaan houden van... Een contest van de... even kijken, van de comments van de bezoekers. Volgens mij moet je naar rechts. Dit is dat ene pad dat je kon kiezen. Oh, oké. Okay. Nee, maar als we nou in een wedstrijd gaan houden van wie er aan mijn kant staat en wie aan jouw kant staat, dan ga ik winnen, denk ik. Ja. Dus daar ik denk het niet. Maar je hebt hem... ik heb hem uitgespeeld. Doe eens aan, unlock full game. Even kijken hoe duur die is. 4600. Nee, dat is mijn balans. Heb je zoveel punten? 800. 800. Ja. Dus okay, dat komt neer op hoeveel euro? Dat is een hele goede vraag. Ik denk 9 euro ongeveer. Zoiets? Ja, nou, klik maar 9 euro. Maar in ieder geval, dit was de demo van Scary Girl. Je kunt het zelf proberen op Xbox Live Arcade. 800 Microsoft Points. En dan kun je aan de slag met dit hele gekke aparte meisje. Ook op de PlayStation Network? Nee. Nee? Denk ik niet. Okay. Volgens mij niet uit mijn hoofd. Met een gekke puntmuts op en een... Oh, hey, nog een level. Oh, ja. Nou, nog een level. En Sebastiaan, die is dood. Goed bezig. Dit was de nieuwe binnen van Scary Girl. Tot de volgende keer.